Hallo en welkom iedereen. In deze korte video zal ik jullie laten zien hoe jullie toegang kunnen krijgen tot jullie gedelegeerde, gedeelde of functiegerelateerde mailbox. Dus we zitten hier in ons startscherm van onze Gmail, in de inbox. Als we nu willen wisselen tussen onze gedelegeerde account, gaan we rechtsbovenaan naar de plek waar jullie naam en foto eventueel zal staan. Je selecteert deze en dan zal je bovenaan zien de account waarmee je bent aangemeld. En hieronder zal je de verschillende gedelegeerde accounts vinden. In mijn geval is het puur maar één privé-account, maar het kunnen dus ook meerdere accounts zijn. Om toegang te krijgen tot deze account, klik je eenvoudigweg op de account en je zal zien, er zal een nieuw tabblad openen met de mailbox van deze gedelegeerde account. Dus je hebt eigenlijk in de verschillende tabs hier je persoonlijke en hier je gedelegeerde account. Zo. Dus dat was heel eenvoudig hoe je toegang verkrijgt tot je gedelegeerde accounts. Hopelijk was het een interessante video. Dankjewel!